Welkom in 1666. Vandaag ga ik varen op de zeven provinciën. Het schip dat ons land heel veel rijkdom heeft bezorgd. De kapitein van dit schip kreeg als eerste Nederlander een standbeeld en zijn portret is afgedrukt op een biljet van 100 gulden. Ik heb het over, juist ja. Wie is Michiel de Ruiter? De schilder. Volgens mij is een ontdekkingsreiziger. Misschien dat hij in de politiek heeft gezeten of... Dat is mijn vader. Nederlandse zeeheld. Een oude zeeman. Michiel de Ruiter. Ah, ik zal niet weten, maar Michiel de Ruiter? Was een kapitein. Een man die met de boot naar Engeland voer. Michiel de Ruiter was de bekendste admiraal van Nederland. Hij heeft zelfs een aparte titel gekregen. Luitenant, admiraal, generaal. Wat? Onze koloniën? De Engelsen? Dat pik ik niet! Mannen, heis de zeilen! Recht zo die gaat! Het belangrijkste dat Michiel de Ruiter heeft gedaan onder zijn commando, dat was de zeegtocht naar Chatham. Is hij daar naartoe gevaren en heeft hij daar een aantal schepen buitgemaakt, een aantal schepen in brand gestoken. En dat was een vernedering van de Engelsen op hun eigen grondgebied. Dat heeft Michiel de Ruiter in de 17e eeuw voor elkaar gekregen, wat Napoleon in de 19e eeuw niet is gelukt. Ja, om Schotland heen, ja. Richting Zuid-Amerika. Ik ben er bezig. Zie je niet dat de vijand al dichterbij komt? Nederlandse tillen. Oh. De vijand komt dichterbij. De vijand komt. Ze schieten. Ze schieten. Hoe was het leven aan boord toen dat deed? Nou, het leven aan boord dat was eigenlijk verschrikkelijk. Je moet je voorstellen dat op zo'n schip je met 500 man staat. 80 bronzen kanonnen die voorgeladen moeten worden. Dus het moeten verschrikkelijk kanongebeelden zijn. En geen leuke plaats om te blijven op dat moment. En hoe lang bleef je dan op zee als je zo weg? Nou, dat verschilde. Dicht bij de kust bleef je een aantal dagen, een aantal weken aan boord. Het kon ook zijn dat het opliep tot een aantal maanden. En dan moest je het maar doen met het rantsoen wat je aan boord had. En dan was er niets te eten? Ja, heel slecht te eten. Kapitein, de rampen zijn gaan! De rampen? We zouden het toch doen met rijst met kip, bami... Nasi, roti, pastei, saté. Kijk,